Ben je dan niet bang dat de boef misschien door deze deur naar ons snapt als wij beneden zijn? Nee. Oké. Dat is mooi dat jij er niet bang voor bent. Ik ben vandaag beveiliger bij Global Security. Dus ik ga de boel eens goed in de gaten houden. Met Nico. Hey, goedenavond. Goedenavond. Hey, wat doen jullie hier bij Global Security? Wij doen hier alles op het gebied van beveiliging. Hey, en wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag mobiele surveillance doen. En waar gaan we dat precies doen? Mobiele surveillance, dat gaan we hier op het industrieterrein doen. Dan gaan we de bedrijven langsrijden, vreemde dingen, dat gaan we noteren. Ja, misschien gaat er vanavond wel iets spannends gebeuren. Wie weet. Oh, wauw. Kijk hiermee op de centrale post. Ja. Dus de communicatie- en camerawagen. Op grootschalige evenementen wordt deze wagen ingezet. Zodat wij toch een beetje crowd control kunnen doen. Ik ga zelf best wel vaak naar festivals, maar ik wist helemaal niet dat dit er was, joh. Dat is juist de kunst. Als beveiliger moet je aanwezig zijn, maar niet prominent aanwezig zijn. Wat cool. Hé, maar wat doe je nou als de pleuris uitbreekt? Les 1, rustig blijven. Goed communiceren met de beveiligers die op de locatie zijn. De deuren en ramen sluiten, licht uit. Vooral heel hard wegrennen. Je start in de auto s'avonds en dan begin je al met rondkijken waar is er aan de hand. Als er iets aan de hand is, is het beschadigd. En als het allemaal gewoon recht is, is er niks aan de hand. Lijkt me zo eng als ik nou een inbreker tegenkom. Even dicht. Goedenavond, Nico Global Security. Is dat zijn meldkastje? Oké. Okay. Jo, dankjewel. Was het niet te lang? Nee. Nou, het was maar een telefoontje. Vond ik al heel erg spannend. Wat is nou het allerraarste wat je ooit hebt gehoord dat een beveiliger heeft meegemaakt? Een maand of twee terug heb ik van een collega het horen gekregen dat hij een stelletje had betrapt op een privé. Eén moment. Ik krijg een berichtje binnen. Is er nu een echt alarm binnen? Nu wel? Ja, we krijgen een alarm op je binnen. Oh, echt? Ja, we moeten daar naartoe. Zie jij nou iets wat je meteen opvalt? Ik kijk of de ramen en deuren gesloten zijn hier. Ja. Ik vind het zo rete spannend. Dit noemen wij de externe controle ronde. We gaan meteen kijken wat hier en anders. Er is niks aan de hand. Hier, we voelen. Zullen we in het water kijken of er geen duikers in zitten? Dat heb je voor de tijd al gezien. Voor de tijd kijk je daar rond. Maar het kan dus ook zijn dat er niks aan de hand is nu. Het kan, maar het alarm is niet voor niks aangegaan. Ik denk dat hij hier waarschijnlijk de deur niet goed heeft afgesloten. Nee, hij is niet met het slag geknoeid. Het is echt bizar dat dit zo'n verlaten kantoorpand is. Dit is ook een verlaten kantoorpand. Maar roep je nou ook wel eens hier hallo? Ik heb zelf die neiging wel. Om te schreeuwen hallo. En je moet als beveiliger natuurlijk heel daadkrachtig zijn. Je moet goed kunnen communiceren. Geen 9 tot 5 mentaliteit hebben. Nee. En vooral rustig blijven. En een beetje lef hebben. En een beetje lef hebben. Niet in de stress raken. Het is nu veilig. Weet je zeker? Zeker weten. Dus dan raken we de alarm erin schakelen. En mag het dan niet meer bewegen als het een alarm? Dat is toch ook. Je mag niet meer bewegen met een alarm. Jij mag hier gewoon rustig bewegen. Je mag dansen wat je wilt. En wanneer niet meer? Je hebt straks 1 minuut tijd om de deur uit te lopen. Ja, missie geslaagd. Missie geslaagd.